Super leuk dat je luistert naar de podcast mentor. Ik ben Jessica, podcast manager en ik help voornamelijk vrouwelijke ondernemers hun kennis te verspreiden en anderen te inspireren door middel van hun podcast. Naast de technische taken rondom de podcast zelf, zoals het opstarten, editen en verhuizen van de podcast, help ik ook bij de marketing eromheen door middel van blogs, social media berichten, stories en reels en zet ik de podcast op YouTube. Als jij graag je eigen podcast wilt starten, herstarten of als je wilt groeien met je podcast, dan zit je hier goed. Ik deel hier mijn kennis en praktische tips met je om te starten, maar ook om te groeien met je podcast. Daarnaast gaan we het hebben over mindset en deel ik natuurlijk mijn eigen ervaringen met je, zodat jij hiervan kunt leren. Als je deze aflevering interessant vindt, zou ik het super tof vinden als je deze deelt. Op Instagram ben ik te vinden onder jessicaboots.nl Nogmaals, super leuk dat je luistert en heel veel luisterplezier. Yes, het is 2023. Allereerst wil ik je een heel gelukkig nieuwjaar wensen, dat al je mooie dromen werkelijkheid mogen worden en dat je persoonlijk en businesswijs weer hele mooie stappen gaat zetten en gaat groeien. Nou, het nieuwe jaar is dus aangebroken en jij hebt je voorgenomen om weer leven in je podcast te gaan blazen. Ooit was je al eens begonnen, uh, je hebt een aantal afleveringen online staan, misschien wel meer dan een aantal, maar toen kwam dat moment. Het moment dat je bent gestopt met opnemen. En dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Misschien kreeg je het te druk, uh, kost het je te veel tijd, misschien leverde het je nog niet op wat je eigenlijk had gehoopt. Of misschien maak je het veel te groot voor jezelf, waardoor je er steeds meer tegenop ging kijken. Kortom, er was iets waardoor jij er totaal geen zin meer in had en bent gestopt. Uh, misschien kwamen daar ook wel allemaal belemmerende gedachten bij kijken. Uh, het is toch niks voor mij, of mensen willen niet naar me luisteren. Uh, niemand zit hierop te wachten. Allemaal gedachten die je niet helpen en daarnaast ook nog eens niet waar zijn. Maar je hebt bedacht dat je het weer gaat doen. Je gaat je podcast herstarten. Supergoed! Ik ben trots op je en ik wil je ook heel graag helpen er een succes van te maken op een manier die bij jou past, zodat je door kan blijven gaan met je podcast opnemen. En je hebt dus een podcast break gehad. Uh, het kan zijn dat die heel bewust was, dat je dacht ik heb even een pauze nodig. Of misschien is het gewoon zo gelopen dat je uh, opeens niet meer opnam en dat je dat toen een tijdje zo hebt gelaten. Uh, maar in de meeste gevallen helpt een podcastbreak niet als je vervolgens op dezelfde voet weer doorgaat. Er was iets waardoor jij bent gestopt met het opnemen van je podcast. Er was een reden dat het niet meer lukte. Dus het is heel goed om te kijken wat dat was. Wat was de reden dat jij toen bent gestopt? En wat kan je nu dus anders doen? Misschien uh, maakte je het een veel te groot project elke keer of deed je het op een manier die helemaal niet bij jou paste. Het kan natuurlijk zo zijn dat je een hele tijd elke week een nieuwe podcast opnam en dat dat een lange tijd heel erg goed werkte voor je. Maar op een gegeven moment ging je er steeds meer tegenop kijken en lukte het gewoon niet meer. Dus dan is het heel goed om te kijken naar wat wel voor jou werkt. In principe moet elke week een podcast opnemen natuurlijk wel haalbaar zijn. Uh, maar dan ligt het er wel aan hoe groot je het maakt voor jezelf. Als jij elke week eerst je podcast gaat uitschrijven, dan opnemen, dan ga je hem editen. Uh, dan wil je er social media posts van schrijven. Dan ga je er een reel van maken. Uh, je wilt er een blog van schrijven en een nieuwsbrief uh, over versturen. En dat wil je eigenlijk natuurlijk allemaal tegelijk doen, want hè, je wilt het allemaal online hebben. Op de dag dat je podcast ook online komt, ja, dan wordt het natuurlijk echt een heel erg groot project waar je ruim een dag mee bezig bent. En dan maak je het echt heel erg groot voor jezelf, waardoor je er na een tijdje tegenop gaat kijken. En in het begin is dat misschien nog leuk, uh, maar na een aantal weken dit gedaan te hebben, kijk je er steeds meer tegenop. En dat is niet de bedoeling. En wat ik net noemde, is misschien wat overdreven, hè? Al, al die dingen. Um, maar elke week een podcast opnemen en hem vervolgens editen kan ook al groot aanvoelen. En het kan ook iets worden waar je elke week steeds een beetje meer tegenop gaat kijken. Dus als jij weer gaat herstarten, dan is het ook heel erg goed om dat in de gaten te houden. Wat is het moment dat jij er weer tegenop gaat kijken? En hoe kan je ervoor zorgen dat je dan in kan grijpen? Wat kan je dan doen waardoor het weer kleiner wordt voor jou? En sommige mensen kunnen nou eenmaal minder goed tegen dingen die elke week terugkomen. En dan is het dus goed om daar rekening mee te houden tijdens de herstart. En dan is het ook goed om te kijken naar wat je kan uitbesteden, want je hoeft echt niet alles zelf te doen. Uh, dus maak het zo klein mogelijk voor jezelf en kijk dan ook wat voor jou werkt, zodat het niet als een groot project gaat aanvoelen. En voor veel ondernemers is het een marketingkanaal. En ja, het is heel erg belangrijk, maar het werkt alleen als je het doet op een manier die bij jou past. Anders ga je het gewoon niet volhouden. En de kracht van een podcast zit hem juist vaak in het volhouden. En je moet het dus ook aankunnen naast het runnen van je business en je privéleven. Dus als dat wat jij deed je te veel tijd kostte, kijk dan naar hoe je dat nu anders kan doen en makkelijker kan doen. En misschien had je in gedachten dat je uh, een perfecte geluidskwaliteit moest hebben. En nam je je podcast daarom op met een professionele microfoon achter je bureau? Terwijl je eigenlijk veel meer inspiratie hebt tijdens een wandeling buiten in het bos. Pak dan deze keer eens je oortjes bij en ga dat uitproberen. Misschien had jij het idee dat je elke aflevering eh, 30 minuten moest volpraten, of eh, 45 minuten. Maar was dat eigenlijk elke keer weer een struggle om zoveel tijd vol te praten? Probeer dat dan los te laten en ga voor eh, afleveringen van 10 minuten of 15 minuten. Uh, misschien ging je er tegenop kijken om het elke keer na het opnemen van je podcast uh, deze ook nog eens te gaan editen. Kijk dan of je dat kan uitbesteden. En kijk sowieso naar wat je kan uitbesteden. Dat klinkt heel erg logisch, maar je kan jezelf soms echt heel erg vastzetten. Je denkt misschien dat je het allemaal zelf moet doen en dat jij het toch veel beter en sneller kan dan iemand anders. Uh, dat jij degene bent die je podcast moet opnemen, deze moet editen, de social media-post moet schrijven. Uh, zelf je blogs moet schrijven en je nieuwsbrieven schrijven. Maar dat is natuurlijk echt niet zo. Je hoeft het echt niet allemaal zelf te doen. Oké, okay, behalve de podcast opnemen, dat moet je wel zelf doen. Maar de rest kan je echt uitbesteden. De podcast heb jij tenslotte zelf opgenomen. Dus als je dat laat uittypen, dan zit jouw toon of voice er alsnog in. En natuurlijk kan het niet letterlijk uitgetypt worden. Uh, maar de manier hoe jij dingen zegt en overbrengt, blijft wel aanwezig in die teksten. Nou, dus onderzoek even wat het was waardoor het niet werkte. En wat jij deze keer dus anders kan doen. En eigenlijk ben je er dan al bijna. En je kan je voor jezelf even een podcaststrategie maken. Zelf vind ik dit heel erg fijn, zodat je echt duidelijk hebt wat je plan is. Wat je doel is, hoe je dat gaat aanpakken. En daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Aflevering 2: Een podcaststrategie maken. Dus die kan je even terugluisteren. En als je wil, kan je dan een uh, strategie voor jezelf maken. En misschien nog wel het belangrijkste van je podcast herstarten en het volhouden is om een doel te hebben. Waarom wil jij een podcast en wat wil je ermee bereiken? En daar ook echt in te geloven. Nou, en dan is het eigenlijk tijd om je eerste podcast gewoon weer op te gaan nemen. Jee, superleuk! Pak je microfoon of je oortjes erbij, zet de recorder aan en begin weer. En er zijn dan heel veel mensen die denken: Oh, nu moet ik helemaal mijn luisteraars gaan vertellen waarom ik zo lang ben weg geweest. En moet ik ze een verklaring afleggen? Nou, dat hoeft echt niet. Uh, misschien is het je luisteraars wel opgevallen dat je er een tijdje niet bent geweest. Uh, en ze zijn waarschijnlijk echt super blij dat je er nu wel weer bent. En tegelijkertijd is iedereen ook veel te druk bezig met zijn of haar eigen leven om zich daar echt heel erg druk over te gaan maken. En daarnaast. Is een podcast iets blijvends, hè? Dus je kan er nu naar luisteren en je hebt waarschijnlijk je vaste luisteraars die uh, nu luisteren en die super blij zijn dat je weer terug bent. Maar over vijf jaar kan je ook nog naar een podcast luisteren en zijn er weer allemaal nieuwe luisteraars die naar jou luisteren en die geen idee hebben dat jij weg bent geweest, omdat zij het gewoon in één keer helemaal afluisteren. Dus maak je daar niet te druk over. Je kan het even opnoemen, maar het hoeft zeker niet. Nou, ik wens je heel veel succes met het herstarten van je podcast. Go for it! En kijk vooral naar wat voor jou werkt en wat je kan doen om het deze keer wel vol te houden. En ik geloof er echt in dat er voor iedereen een manier van podcasten is, dus ook voor jou. En als je daar even over wilt sparren met me, je mag me altijd een berichtje sturen. Op Instagram ben ik te vinden onder @jessicaboots.nl. En ik zou het ook super leuk vinden als je het in je stories deelt en mij tagt wanneer je naar deze aflevering luistert. Nou, een hele fijne dag en tot snel.